Welkom bij de Zorg van Morgen, de podcast over ICT en digitalisering in de zorg. Jos, welkom bij de Zorg van Morgen. Ontzettend leuk dat je bent aangeschoven. Wil je jezelf even introduceren om te beginnen? Ja, dankjewel Maya. Ik ben Jos Harms, ik ben directeur-eigenaar van, van Profrex. En uh, wij zitten in Emmen en wij maken uh, mooie digitale oplossingen om, voor de zorg, uh, uh, om de zorg te bedienen. Dat klinkt heel mooi en ook nog een klein beetje vaag, digitale oplossingen. Kun je iets meer vertellen over wat jullie nou daadwerkelijk doen, leveren, maken, bedenken? Wij, wij uh, nou ja, heel veel mensen kennen misschien wel de metaverse wereld, maar wij maken in de wereld, maken we virtuele trainingen voor uh, patiënten, maar, maar oplossingen voor ook uh, verpleegkundigen. Uh, wij maken digitale oplossingen om uh, snel ruimtes in te scannen waar je allerlei informatie in kwijt kunt. Uh, zo zijn we met heel veel diverse oplossingen bezig om... Uh, ja, de zorg digitalisering uh, vorm te geven. Ja, en dan gaat het veel dus over virtual reality. Kun je daar nog heel even in de basis iets meer over uitleggen? Voor degene die het nog niet zo goed snappen, weten, of misschien nog überhaupt nooit van hebben gehoord. Nou, virtual reality is een omgeving waar je uh, creëert. En in die omgeving uh, kun je. In je eigen omgeving gaan trainen. En uh, in die omgeving moet je handelingen doen, kun je producten doen. En dan ga je als een soort, ik noem altijd een, 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 nou ja, een, een persoon naar binnen. En in die persoon ben je dan aan het, nou ja, het opleiden, trainen en dat soort dingen. Ja, want het is dus zo: je krijgt zo'n bril op. Hè? En daardoor, terwijl je misschien in je eigen slaapkamer staat, dan zet je die bril op. Daarmee kijk je om je heen. En dan lijkt het alsof je in een andere kamer staat. Dat is eigenlijk de basis van virtual reality. Klopt. En jullie dachten, dat is handig voor de zorg. Dat is handig voor de zorg. Uh, wij doen dat ook op andere uh, nou ja, plekken. Zeg maar. Wij doen dat voor de techniek. Wij doen dat voor uh, de beveiliging. Uh, en dat is ook handig voor de zorg. We hebben nu ook producten, bijvoorbeeld een reanimatietrainer uh, voor de zorg. Uh, we hebben een omgeving, digitale omgevingen om patiënten te bedienen, om, om uh, injecties te geven, om procedures af te handelen voor de zorg. En uh, inderdaad, wat jij zei, in een virtuele wereld uh, kun je dan plaats, tijd onafhankelijk gaan trainen. Ja. Dus je doet je bril op, je zit, je zit in je slaapkamer en je creëert jouw eigen omgeving als het ware jouw werkplek. Ja. En in die werkplekomgeving moet je dus procedures, handelingen verrichten en, en alles wat daarmee samenhangt. Ik ben daar ook uh, proefpersoon bij geweest. Ik ja. ben uh, bij Jos uh, geweest, omdat we samen uh, uh, een, uh, een adoptietraject in virtueel reality gaan ontwikkelen. En ik ben uh, bij Jos geweest en die liet mij zien dat het niet alleen het, uh, het, het visuele is, wat je door de ogen ziet als je zo'n bril op krijgt, maar in zo'n reanimatietraining, bijvoorbeeld uh, die ik daar mocht volgen. Uh, nou, dan zie je dus echt de patiënt op de grond uh, liggen in een, uh, in een ruimte. Uh, en daarin uh, kreeg je dus instructies. Wat je dan moest doen en ook uh, bijvoorbeeld het, het drukken op de borst werd uh, daarin gemeten door de sensoren die je om de handen kreeg en ook daar kreeg je instructie van: nou, je drukt te hard of je drukt te zacht. Uh, en dat deed je gewoon op een, uh, nou, op een, op een, echt mens wat natuurlijk ja. uh, in de VR uh, heel echt leek. En maar is, heb je dan wel eens een dummypop waarop je drukt of heb je echt dus je hebt sensoren aan je hand en daarmee druk je in de lucht of ja. druk je op een? Je ja, ja, bent handtracking, yeah. noemen we dat technisch gezien. Ja. Met handtracking hebben je zeg maar je handen worden virtueel. En je bent virtueel aan het reanimeren op, op, op een nou ja, virtuele pop die in een ruimte zit. Yeah. En daar, daar, daar hoeft geen kussen of wat dan ook bij te pas komen. Uh, vaak denk je ook van oké, okay, maar waarom doe ik niet traditioneel uh, trainen, zeg maar. Want dan heb ik een pop en dan kan ik van alles een dag daar, daarmee doen. Nou, je bent altijd afhankelijk van een plek, je bent altijd afhankelijk van die pop. Yeah. En deze brillen uh, ze kunnen zonder computer. Uh, kun je een training volgen nou ja, plaatstijd onafhankelijk. Uh, en ook, je hoeft geen voorzieningen te hebben om deze training te doen. Nee, dus Behalve je dan de VR-wereld. Ja, oké, okay, dat is inderdaad wel cruciaal dan. <laughs> je hebt zo'n bril nodig. Want dan stel je hebt een zorgorganisatie en je denkt... nou, we gaan die reanimatiecursus gaan we aan een aantal collega's bijvoorbeeld geven. Die stuur je dan een bril op of die, die leg je klaar in een bepaalde ruimte. En die hebben dan, gaan dan in hun eigen... die zien die wereld, die horen gewoon de instructies... Misschien een hele naïeve vraag hoor, maar is het niet heel anders als je het niet op, op iets doet? In vergelijking met de, als je het een keer echt moet doen. Nou ja, kijk, die, 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 die wereld is zo echt. Yeah. Uh, je krijgt inderdaad instructies gesproken, maar je krijgt ook instructies in beeld. Uh, op het moment dat je die handelingen doet, kom je dichtst ook bij hoe onze hersencel is gebouwd. Oké. Okay. Uh, wij zijn namelijk heel erg visueel ingesteld. Mm -hmm. En je stapt ook als ware in die visuele wereld. Ja. Yeah. Dus jij beleeft die handeling ook, nou ja, uh, meer dan echt echt. Wij noemen dat immersive technieken. Maar die immersive technieken die leiden ook toe dat wij heel erg uh, dit opnemen als een training die ook heel erg cognitief blijft hangen. Ja, dus het is niet dezelfde ervaring als dat wij nu hier gewoon maar een beetje op wat lucht gaan staan. Je pomp. ziet ook je handen. Hè? Ik zag ook mijn handen, zeg maar, en dan gedigitaliseerd. Yeah. Uh, drukken op het, op het lichaam van de, uh, degene uh, die, die daar virtueel lag. Yeah. Ik moest wel zeggen, ik, ik schrok wel erg, want het is echt, echt. Hè? We kregen de bril op. En op een gegeven moment gaat de ruimte aan. En uh, ik zei, Joh, ik zie niks, ik ja, alleen een ruimte. En toen zei Jos, uh, kijk eens naar beneden. En daar lag gewoon iemand. Oh, yeah. En, en <laughs> gewoon in, in uh, re ja, real time lag hij daar. Dat, ja, dat is wel even wennen, het is echt. Ja, en dat is misschien juist ook wel beter. Omdat je hè, in een klaslokaal met zo'n dummypop... en een beetje gezellig met z'n allen... staying alive, staying alive, dat is hem een beetje toch? Uh, dat je dat gaat lopen doen. Dat je ook alvast wendt aan de schrik... die je dus toch een beetje hebt op het moment... dat je daadwerkelijk iemand ziet liggen. Ja, had ik wel, ja. Nee, dat klopt. En, en, en nou ja, da daarnaast zijn de, deze technieken komen heel dicht uh, in de buurt van okay, onze, onze aanpak van cognitiviteit. Yeah. En daardoor blijkt ook als je deze trainingen volgt. dan heb je um, nou ja, na, na een jaar weet je nog op 50% ongeveer. Wat je, wat je hebt geleerd, zeg maar. Yeah. Omdat je het allemaal visueel hebt gedaan en je mag fouten maken. Dus je komt in je eigen wereld. Niemand heb, ziet ook wat je doet. Nee. En je kunt je hele training volgen. Automatisch met instructies, maar je mag ook fouten maken. En, da en daarna komt er natuurlijk wel een beoordeling van: goh, heb je de training goed gedaan? En waar kun je de training beter gaan doen? Um, maar het is jouw wereld. Ja, precies. En ik kan me heel goed voorstellen, hè, want dat zorgt ervoor dat je niet meer een, een lesdag hoeft te organiseren of een paar, een paar uur. Dus je bent flexibeler met de inzet van je collega's. Wat zijn nog meer trainingen die jullie op die manier. Maken wij, maken, uh, wij hebben een uh, logistiek uh, training uh, gebouwd voor uh, Denata. En Denata is een hele grote uh, nou, logistiek afhandelaar op Schiphol. Mm -hmm. Daar hebben we training voor gebouwd. We hebben een uh, molten training gebouwd voor de KLM en de ROC Amsterdam. En wij zijn op dit moment uh, minimaal zeven scholen bezig met allerlei beveiligingstechnieken. Dus uh, 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 looproutes, sluiproutes, militaire trainingen voor verschillende scholen. Dan moet je denken aan Visa-college, Deltaion, Landsteden, uh, ROC Amsterdam, Graafschap, Midden-Nederland, Friesepoor. Dat zijn scholen die op dit moment dit soort technieken inzetten voor het onderwijs. Ja, mooi. En binnen de zorg, want we hebben de reanimatiecursus. En Harald zei al iets over een meer een adoptiecursus. Ja, we zijn ook bezig met een communicatietrainer in de zorg. Ja. Dus we hebben een reanimatietrainer. En we hebben nu ook een zorgtrainer, waarbij je een communicatiegesprek voert met de patiënt. Dus jij als zorgverlener kunt op, op, op in een VR-wereld een zorggesprek uh, gaan voeren, zeg maar. En wij hebben nu uh, een, een, uh, samen met Arcus ook een adoptieplan om te kijken hoe kunnen we die wereld nog verder verfijnen. En we werken heel erg samen met CareUp, die 30 scenario's heeft liggen voor de hulpverlener... om in de scenario's, uh, in een multiform, zowel op tablet als in de VR-omgeving... Uh, de zorg kunnen nou, animeren en uh, in een immersive omgeving kunnen trainen. Ja, het is de, de bedoeling dat we straks, uh, zeg maar, een, een medewerker uh, tweeledig uh, uh, in het adoptieproces betrekken. Eén is uh, IT-gerelateerd. Een medewerker heeft uh, de eerste werkdag, komt binnen en uh, moet eigenlijk wegwijs gemaakt worden in de systemen. Nou, de, wat is het mooie om dat uh, te doen in een virtuele wereld uh, waarin uh, de medewerker uh, een bril op krijgt en. Uh, uh, een aantal stappen moet doorlopen om uh, uh, nou eigenlijk uh, wegwijs te worden in het systeem. En anderzijds, is dat er scenario's klaar liggen, zoals Jos zei, die uh, meer zijn op het zorgproces gerelateerd. Van, joh, hoe werkt het? En dat de mensen dan de instelling, de zorginstelling, gewoon in VR kunnen doorlopen. Uh, en daar uh, aan het bed uh, handelingen kunnen doen. Zoals dat uh, juist is bij die zorginstelling. Dus dat is heel uh, innovatief. Ja. Het bestaat ook nog niet. En uh, nou, daar zijn we druk mee bezig. Om daar toch uh, vanuit een stukje uh, MVO ook uh, uh, het voor de zorg gewoon goed te doen. Wat mooi. Maar en wat voor handelingen moet ik dan aan denken? Um, handelingen bijvoorbeeld aanbrengen van infuus. Ja. Dus hoe breng ik um, mijn handeling aan in, aan diffuus? En wat, wat, nou ja, hoe vind ik dan mijn aderen? Hoe breng ik diffuus aan? En wel, nou, welke goede dingen doe ik dan? Maar welke, welke fouten mag ik ook maken? En het maar... is hetzelfde concept als bij die reanimatiecursus. Ja. Dus je krijgt, je krijgt die bril op. Je krijgt ook weer sensoren aan je handen. En, dat, en je, je doet je die Je krijgt daar bril... de patiënten liggen. Ja. En die patiënt, dan moet je op zoek gaan naar de aderen. En je krijgt ook real life. Nou, je hebt de, je pop van de reanimatie gezien. Ja. Je kunt real life iemand zijn hand pakken. En die til je gewoon omhoog. Wat bijzonder. Het is ik... echt heel bijzonder. <laughs> ja. ja, maar dit is natuurlijk op deze manier kun je constant medewerkers trainen of onboorden. in zowel systemen als dus binnen de zorg. Hoe wordt erop gereageerd binnen de markt? Nou ja, kijk, de, de markt is. Uh, in, wij zijn nu uh, zes jaar bezig. Yeah. Uh, wij, gaan, wij zijn wel heel erg snel groeiende nu, uh, omdat de vraag rondom uh, dit soort type producten enorm toeneemt. Uh, want de, de toegevoegde waarde wordt nu echt gezien. En uh, wat ik al zei, we ze hebben nu 7, 8 scholen aangesloten. We hopen dit jaar uh, rondom 20 scholen aan te kunnen sluiten. Waarbij die een volledig adaptatieprogramma hebben uh, rondom zorg. Uh, maar ook om andere uh, middelen te trainen. En daarmee uh, ja, zien we veel toegevoegde waarde. Ja. En Harold, hoe kijk jij daar tegenaan? Want jullie zeggen nou, we doen het vanuit MVO en dat is beter voor de zorg. Ja. Hoe kijk jij naar de situatie hoe die nu is en wat dit uiteindelijk kan gaan brengen? Nou ja, ik denk dat, dat wij als uh, IT-partij in Arcus Zorg en Welzijn uh, eigenlijk uh, uh, enerzijds uh, willen helpen bij de digitaliseringsslag uh, in de zorg. Mm -hmm. uh, dat betekent dat we verder kijken dan alleen de werkplek in de vorm van een, uh, van een laptop of van een computer. Uh, we kijken ook naar de werkplek van de zorgmedewerker. Uh, dat zien wij als een soort uh, digitale snelweg die um, door de zorginstelling heen loopt... waar steeds meer uh, geautomatiseerde processen op aangesloten worden. Uh, zoals domotica, alarmering, uh, maar ook uh, um, uh, de, de IT, zeg maar. En uh, we merken steeds meer dat in de zorg door het personeelstekort... je meerwaarde hebt op het moment dat je processen kunt automatiseren. Uh, en hoe mooi is het om processen te automatiseren in een virtuele wereld... die Eigenlijk lijkt op de huidige situatie. Ja. En uh, ja, ik denk dat we daarin vooruitstrevend zijn. En uh, ik denk ook dat we daarmee de zorg kunnen helpen. Omdat uh, we alleen van waarde zijn als we uh, processen kunnen automatiseren. En onderdeel uit kunnen laten maken. Die automatiseringsslag van het zorgproces. Ja. Ja, want uiteindelijk gaat het om betere zorg. En dat is denk ik deels kwalitatief en deels kwantitatief. Hè? De hoeveelheid zorgmedewerkers is natuurlijk een, een uitdaging. Uh, en zoals ik het hoor heb je aan de ene kant werk je aan de kwaliteit. Omdat, die, omdat je die trainingen veel levensechter kunt maken. En ook misschien vaker kunt doen. Omdat... En plaats en tijd onafhankelijk. Ja, en dat zorgt er weer voor dat het dus minder... Uh, Invasief is als het gaat om het aantal uren dat je iemand uit het werkproces moet trekken. Dat klopt. En, en als iemand zo'n training volgt, uh, kan hij op elk moment de training opnieuw volgen. Yeah. En zijn onzekerheid, als hij een handeling bijvoorbeeld een half jaar niet gedaan heeft, kan hij zeggen: Oké, okay, maar deze handeling heb ik nu even een half jaar niet gedaan. En hij wordt morgen voor het feit gesteld dat hij die handeling moet doen. Doet hij die? Via Brillop. En feitelijk uh, nou ja, simuleert hij de training weer opnieuw. En kan dus de handeling voor de volgende dag uh, kwalitatief beter gaan uitvoeren. Yeah. Dus zeg maar, de onzekerheid waar je ook ziet met ziekte met en uitval en dat soort dingen meer. Omdat mensen het toch het ingewikkeld vinden om, om het te doen. Kun je een training gewoon random weer, uh, weer opstarten en, en, je, en uh, volgen. Ja. Zonder dat je een acteur hoeft in te huren of wat ook. Dus je bent de volgende dag alweer operationeel. Ja, precies. En dat klinkt natuurlijk ook allemaal heel erg goed. Uh, we hebben natuurlijk wel ook te maken met budgetten in de zorg. Hm. Het is een vrij nieuwe technologie. Uh, vooral binnen die branche. Is het een beetje in verhouding uh, qua kosten uh, voor zo'n zorgorganisatie? Als je nu denkt, nou dit is top, dit wil ik ook hebben. Doe maar 10 van die brillen of 300 van die brillen, en we gaan er. Voor. Is het zo simpel? Of zit er eigenlijk nog, zit het nog meer, staat het nog meer in de kinderschoenen dan dat ik het zo simpel stel? Nou we hebben uh, nu een x aantal producten liggen. Die producten kunnen morgen al worden ingezet. Uh, natuurlijk is de ontwikkeling van dit soort nieuwe technieken uh, gaat de komende tijd uh, veel meer vorm krijgen. En om we allemaal dit een beetje adapteren, dan, dan, dan wordt het al voor iedereen beschikbaar. Uh, en dan heb je die maatschappelijke duurzame ondernemerschap. Om het met elkaar te doen. En als als nou ja, vaak zijn handelingen dan vergelijkbaar. En kun je met elkaar ook uh, uh, mooie producten maken. Wij zijn ook uh, als arcus zijn de, uh, uh, gelo geloven wij hierin. Wij geloven dat dit bijdraagt aan betere zorg. En wij geloven ook dat het ons als uh, partij sterker maakt in de zorg. Uh, omdat we die toegevoegde waarde leveren. Dus dat betekent dat we er ook uh, in investeren, mm -hmm. uh, omdat het gewoon toegevoegde waarde is. Um, maar goed, zo'n uh, VR bril, zeg maar, waar dit mee kan, is eigenlijk het enige wat je nodig hebt om het, om het uit te voeren. En die zijn kostentechnisch, uh, ja, is dat niet heel, heel veel geld. Hè? Elke gamer, serieuze gamer, kan zo'n zo bril aanschaffen ja. en, en heeft zo'n bril. Uh, dus het uh, pakket wat daarachter zit, hè? de virtuele wereld, uh, de opname van de zorginstelling, uh, de trainingen. Ja, dat, dat verzorgen wij. En dat kunnen we in overleg en aan de, aan de wensen van de, van de klant, van de zorginstelling kunnen we uh, bepalen tot hoever dat gaat. Hè. Je Kun je ook voorstellen dat voor bepaalde uh, IT-trainingen uh, virtueel je niet een uh, hele kamer of een appartement van een bewoner hoeft in te scannen. Nee. Ja? Dus uh, nou, dan, dan heb je al over een vrij simpel uh, uh, iets wat je kunt maken uh, qua kosten. Zeg ja. Maar. ja, want als je het daar even over hebt, als je het hebt over IT en adoptie daarvan, dan ga je dus zet je ook zo'n bril op en dan lijkt het alsof voor jou je werkplek zich opent. En dan krijg je gewoon allemaal instructies over. Hoe de systemen werken waar de zorgorganisatie op dat moment actief mee is. Ja, we zijn uh, bezig met het ontwikkelen van een, uh, uh, een, een, uh, ad, hè, een, een adoptieproces, IT-gerelateerd. Mm -hmm. uh, waarin je kunt voorstellen dat je bijvoorbeeld in een virtuele escape room komt... binnen de zorginstelling. Uh, waarin je allerlei opdrachten moet doen om, om die escape room te halen. En uh, een aantal Deze? van die opdrachten zijn uh, uh, instellingsgerelateerd. Hè, van, joh, hoe, hoe, hoe zit het daar? En... Uh, zodat je ook kennis maakt met de instelling. En een aantal andere opdrachten zijn van, hé, hey, voer dit in je uh, elektronisch patiëntendossier in. Um, voer dit in. Uh, je Sharepoint in of in je, in je bestanden. Um, hè, dus een aantal IT-gerelateerde handelingen. En op het moment dat je dat tezamen gehaald hebt, dan heb je de escape room gehaald en dan heb je een succesvolle adoptie gehad. Dat kan uh, door middel van trainingen en cursussen. Maar wij hebben gemerkt dat op het moment dat we dit doen bij een zorginstelling, en bijvoorbeeld tien verzorgende of tien medewerkers een uh, VR-bril opzetten en, en dit traject laten doorlopen, dat het punt één veel le leuker is. Ja. En ook Direct onderdeel is van het zorgproces. Ja. En je benoemde net eventjes tussen neus en lippen door het inscannen van een bewonersruimte. Want we hebben het nu met name gehad over praktische cursussen. Jos, kun je daar iets meer over vertellen? Ja, nou kijk, uh, um, we, we kunnen uh, een, een complete ruimte. Inscannen en daar maken we dan een 3D um, nou, beeld van, noemen wij dat, zeg maar, in de technische sfeer. En in die wereld is de echte wereld uh, en in die wereld kun jij door een ruimte lopen. Kun jij uh, uh, nou ja, escape rooms, vragen oplossen voor dingen als onboarding, om, om als nieuwe uh, zorgmedewerker op een plek, op je werkplek te komen. Kun je, kun je de hele wereld zien, kom je in een direct een 360-wereld. En daar kun je allerlei handelingen verrichten die direct als onboarding noodzakelijk zijn. En dat gaat dus van handelingen bij een. Patiënt of cliënt. Kan. Maar kan het bijvoorbeeld ook zijn de, de voorraadruimte? de kan de je... voorraadruimte zijn. Dat kan, dat kan de vriesruimte zijn, Dat kan de apotheekruimte zijn. Dan ja. haal je medicijnen. En je kunt er dus via een escape-oplossing uh, zeggen van goh, ik leg daar informatie neer. Die ik moet snappen, baas staan, zeg maar. De medicijnen die voor zorg X, voor zorg Y, voor zorg Z noodzakelijk zijn. Ja, ah, en wat ook wel leuk is uh, om, om te vermelden, is dat uh, bijvoorbeeld een, uh, een, een appartement, hè, een zorgruimte. Uh, waar mensen Gaan wonen, dat je die ook virtueel kan maken voor uh, verwanten. Uh, zodat die uh, van tevoren kunnen kijken in je instelling. Uh, maar ook bijvoorbeeld een stukje inrichting kunnen doen, dat je daar keuzes aan kunt geven. En dat is ook weer tijd en plaats uh, onafhankelijk. Dus je biedt ook uh, toegevoegde waarde richting je cliënt, maar ook richting de verwanten van cliënten als, uh, als zorginstelling. Yeah. En wat je dan, wat je dan vaak ziet. En dan haak ik even naar mijn privé situatie. Um, nou, de, 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 de ouders van, van mijn vrouw, uh, die gaan naar een verzorgingshuis en die willen graag weten, past, passen de meubels die zij hebben wel in die ruimte? Nou, en in die 360 wereld kan ik de hele ruimte zelf al opmeten. Dus past dat bankstelletje op die plek? Yeah. Past de televisie aan die wand? Nou, dat zijn, dat zijn allerlei vragen die ook met name door corona zijn, uh, zijn gesteld. Want je mocht dus verzorgingsdienst niet thuis in, maar als je dan een 360-scan had gehad en hebt, dan kun je dus direct opmeten hoe groot is zo'n wand? Kan daar een kan daar meubel, kan daar het bed? Uh, en zo kun je zelf uh, uh, uitzoeken of alles nog past, wat je van oudsher nog meeneemt. Ja, wat handig. En als je het hebt over die onboarding... dan weet je dus eigenlijk al voor je eerste werkdag... voordat je daadwerkelijk aan de slag gaat, waar alles ligt. Dus dan hoeft er niet constant iemand met je mee te lopen... om je alles te laten zien. Klopt, klopt. Het klinkt heel erg goed. Zitten er ook nadelen aan? Of misschien nog? Zijn er nog dingen die niet helemaal ontwikkeld zijn... waar we rekening mee moeten houden? Het is geen nadeel... Maar wel iets waar we, waar, we, waar we heel hard mee bezig zijn. Het zeg maar, digitaliseringsproces met de nieuwe technieken uh, die er zijn. En ik ben toevallig net uh, begin van dit jaar. Uh, kom ik op van de CIS-beurs van Las Vegas. Ja, daar heb ik weer nieuwe technieken gezien. waar we allemaal in de toekomst mee te maken krijgen. Mm -hmm. nou, en dat ad adaptatieproces is nog wel uh, vernieuwend. Yeah. En dat vinden mensen ook nog wel spannend. Van wat kan ik dan? Oh, maar als ik dit kan, dan dat. Ja, maar dat effect, daar zijn we nu aan het creëren. Uh, maar heel veel mensen vinden het wel spannend. Ja. Hoe zie jij dat, Harold? Jij komt natuurlijk bij veel organisaties over de vloer. Ja, nou ja kijk, het vergt natuurlijk. Uh, um, een, een, hey, je moet, bij een zorginstelling is het eigenlijk uh, heel simpel. Uh, het moet ook iets opleveren. En uh, dan wordt er al heel snel naast elkaar gezet van, nou waar, waar zit het werk in? Het werk zit natuurlijk in het voortraject bij dit soort trajecten. Je moet van tevoren heel veel dingen doen. En je kunt hier vrij snel ook uh, en gemakkelijk laten zien van, nou wat levert het je dan op? Wat levert het je op bij nieuwe medewerkers? Wat levert het je op voor de cliënt? En wat levert het op voor de uh, verwanten van de cliënt? Dus um, het, het nadeel is dat het aan de voorkant heel veel uh, of iets meer tijd kost. Um, maar ja, het voordeel is dan dat je aan de achterkant daar zoveel profijt van hebt dat, uh, dat dat wel tegen elkaar opweegt. Ja, want je bespaart uiteindelijk heel veel tijd. Ja, en dus geld. Ja. Ja, en dat is niet onbelangrijk in de zorg. Zeker niet. Nee. Hey, en we hebben het natuurlijk over een paar voorbeelden gehad. Maar Josje vertelde al net: ik ben naar een beurs geweest en zo. Wat, wat staat er nieuw voor jullie op de planning? Mogen we al, <laughs> mogen we al wat weten? Zijn er technieken waarvan je zegt: hé, hey, daar gaan we in de toekomst mee bezig? We zijn nu nog heel bezig met, met vr trainingen via een bril. Uh, in Las Vegas heb ik dus een paar zoets uh, al, al, al aan gehad of, of pakken aan gehad. Die ook direct al aangeven als er wat gebeurt waar zeg maar, een kracht komt. Of als jij uh, ergens een handeling doet waar zeg maar, pijn komt. Zodat je ook direct kunt meten: oké, okay, maar deze handeling, als ik die aan het bed doe. Dat heeft dat in het kader van mijn eigen gesteldheid, is dat niet handig. Nee. Als ik iemand uit het bed til. En we hebben zelf ook een motion capture suit. Als ik die dan aandoe, kun je precies analyseren wat de meest praktische houding is om iemand aan het bed te helpen. Ja. Nou, dat soort technieken komen er straks aan. En dan gaan we in 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 nou ja, monitoren of jij wel de goede handeling verricht aan om daarmee het ziekteverzuim ook terug te dringen. Ja. Wat mooi zeg. Ik ben helemaal benieuwd wat er allemaal gaat komen. Ja, leuk. Je bent welkom hey. in Emmen. Ja, leuk. Ja, dan kom ik wel een keertje langs. Hé, hey, en, en nog even praktisch, hè? Want mensen luisteren dit en uh, misschien zijn ze niet allemaal zo enthousiast als ik, maar dat ze wel denken: hé, hey, dit klinkt best wel interessant en misschien is het iets voor mij. Hoe kunnen we, wat zou een klein eerste stapje zijn om hier dit eens te gaan verkennen voor je organisatie? Nou ja, wij zijn bezig met Arcus om een totale adaptatieplan te maken. Dus Arcus is samen met ons bezig aan het kijken hoe kunnen we het totale pakket ook klaarmaken. Want wij geloven heilig in het totale pakket ja. en de totale samenwerking tussen Profrex en Arcus. Klopt. Uh, dus het is handig om, om het totale pakket met Arcus te spreken. Nou, Je kunt ook altijd met ons contact opnemen. En wij hebben ook allerlei ruimtes om te oefenen, om te kijken wat betekent dat dan. En dat kan bij Arcus op kantoor, dat kan bij ons op kantoor, want we zijn plaatstijd onafhankelijk. Ja. Oh. Dus het maakt mij niet uit of ik nu in Las Vegas zit of ik zit in Emmen. Nee, uh, die, die route uh, is, is begaanbaar. Ja. Ja. Nou ja, kijk, de, 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 he, Jos zegt het terecht. De eerste ervaring moet denk ik ook gewoon de ervaring zijn. Hè? Dus uh, uh, als je bij ons komt of uh, wij komen uh, bij de instelling zelf, uh, ja dat duurt een kwartier en dan hebben we een virtuele ruimte gecreëerd waarin we bijvoorbeeld al uh, de training kunnen laten zien. Uh, door, door een VR-bril uh, op te zetten bij de mensen van de zorginstelling. En uh, ja, die ervaren dan wat het is. En vanuit daar kunnen we uh, onze productportfolio uh, uh, laten zien hierin. Dan kan men bepalen uh, uh, wat, wat geschikt is voor de instelling. En hoe je daarmee verder gaat. Maar dit, de eerste stap is het ervaren. Want anders. Word je, je moet het gezien hebben om echt zo enthousiast te worden als wij zijn. Ja, ja en het ook goed te, te begrijpen en voor je te zien. Juist. Dus als je nu denkt, dit is misschien wel iets... dan is het gewoon de eerste stap met jullie even contact opnemen... van mag ik het eens een keertje ervaren? Juist, zeker. En dat kan. Uh, ja. We zijn bereid om, uh, om op locatie te komen bij de zorginstelling. Uh, iedereen is van harte welkom bij ons uh, op een van de Arcus-kantoren. Uh, dat is geen enkel probleem. We willen graag uh, de zorg meenemen in, uh, in dit verhaal. En ook daar leren we wat van. Hè? Want hoe kunnen wij het nou? Beter leren dan van de mensen die uh, dagelijks in de zorg werken. Ja, mooi. Nou, dank jullie wel voor dit inspirerende verhaal. We zijn aan het einde gekomen van de aflevering. Jos heel erg veel succes met alles waar jullie mee bezig zijn en uh, ja. we gaan het allemaal goed in de gaten houden. Dankjewel. Dit was de zevende aflevering van de Zorg van Morgen. Tot de volgende keer.